ook wel een leuke vaas. Dit wel mooie kleuren. Dit is leuk. Dit is gewoon een tasje en het is gemaakt van plastic. Ik denk eigenlijk dat het een herenblazer is geweest. Wat gezellig dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En we gaan vandaag kringloop shoppen. Ik vond het er wel weer eens tijd voor. Ik heb 2 kringlopen die ik ga bezoeken. 1 ben ik stiekem al geweest. En dat is de Goudgoed aan het Damster Diep. En dan ga ik vandaag nog naar de Goudgoed aan de Protonstraat. Want je hebt natuurlijk overal heb je een uurtje. Dus dat is eigenlijk op zich wel best wel veel natuurlijk voor een shopafspraak. Maar voor de kringloop is het dan eigenlijk ook weer niet heel veel. Want je moet natuurlijk echt alles helemaal uitkammen. En je moet passen. En ik film dan ook nog. Dus misschien dat ik er wel eventjes net ietsje sneller doorheen ga als anders. En dat ik misschien net ietsjes minder pas. Maar ik heb er heel veel zin in en ik ga jullie gezellig meenemen. Nou, het is echt mega lekker weer vandaag. Ik ben gewoon met blote benen. En ik ben bij Goudgoed aan het Damster Diep. Kijk, wat een leuk zomerschoentje. Het is een beetje zo kroko-achtig. En hij is 4,50. Het is wel mijn maat. Hakjes zien er ook nog helemaal goed uit. Ik vind ze wel leuk. Het zijn van die soort sokboots, maar dan met een veter. Ze staan altijd wel leuk bij een midi-rok, vind ik. En dit is iemand die ze blijkbaar in 2 kleuren had. Deze zijn er ook nog. Ja, ik vind ze tof, maar wel hele hoge hakken. Ja, je ziet dit voorjaar ook heel veel sneakers met pastelkleurtjes. En ik spotte deze. Kijk, met lila, paars. Zien er nog mooi uit. Maat 39. Dat is wel mijn maat. 7,50. Nou, ze hebben hier een aparte vintage hoek. Hij hangt nu echt heel lekker vol. Dus hier ga ik ze even goed tussen speuren. Want hier heb ik echt al vaak leuke dingen gevonden. Het ziet er ook wel weer leuk uit. Vestjes. En tasjes. Deze is ook wel tof hoor. Voorbij een zomerse feestoutfit. Gouden knoopje. Dit wel mooie kleuren. Maar het is dus gewoon een body. Wat wel heel gek is, want het is helemaal geen elastische stof of zo. Nog nooit eerder gezien. Ook nog allemaal vintage jurken. Ik zag dus deze. Met tijgers. Wel tof. Bij het model. En nog een lila blouse. Wel helemaal een hippe kleur natuurlijk. Maar misschien dat ik dit toch een beetje tuttig vind, die hals. Het is wel ook vintage, denk ik. Hangt hier wel tussen de gewone kleding, maar... Ja. Misschien onder een blazer. Toch nog wel leuk kan staan. Kijk dit dan. Het is een hele oude Benetton blouse. Het is een bloemetje. Ja, het heeft wel wat, vind ik. 7 euro. Ik zie hier een heel feestelijk jurkje. Het is van Boohoo. Een leuk kleurtje. En die mouwen zijn leuk. Wel leuk voor een zomers feestje. Als dat er weer eens aan zit te komen. Zo'n klein maatje. 7,50. Ook leuk deze. Zo'n kortere trui. Dus dat krijg je aan. Maar niet voor mij. Maar wel leuk voor jonge meiden. Hier ook nog een heel tof jasje van Zara. Beetje een jungle printje. En dan zitten er ook nog tijgerkoppen op. Als je goed kijkt. En wel heel gaaf. Het is wat een dunner jasje. Echt een heel lekker luchtig stofje. Ik heb het giletje even aangedaan. Het is nu wel een beetje moeilijk te zien. Omdat mijn jurk bijna dezelfde kleur heeft. Maar ik weet niet. Hij zit ook niet helemaal goed. Het zit hier een beetje vreemde plooi of zo. Dus ik denk dat ik er niet voor ga. Het zit net een beetje gek. Maar ik vind het wel helemaal leuk. Zulke giletjes voor over een jurkje. Nou, ik ben eventjes op de kinderafdeling. Even kijken of er nog wat leuks voor de jongens is. Maar ik spotte dus wel dit hele schattige rokje. Kijk, met een mooie gouden band. 2,75. Licht roze. Heeft nog een klein beetje een stipje. Vond ik heel leuk. En deze laarsjes. Zijn toch ook hartstikke mooi. 3,50. Ook leuk. Het is een hele grote koolsjaal. Ik vind die kleuren heel leuk. Hartjes. Gaaf hoor.
Nou, als je een beetje mazzel hebt, dan kan je hier dus ook echt altijd wel goede zaalschoenen of voetbalschoenen of zo vinden. En kijk, ik zie nu hier ook gewoon volgens mij voor beide jongens de perfecte maat zaalschoenen staan. Dus ik denk dat ik die even meeneem. Dunkie koffertje. Wij hebben er ook zo eentje. Hè? En hier zijn kinderen dus echt dol op. Echt super handig. Je kan hem zo meetrekken. En ze kunnen erop zitten. Ze zijn echt normaal ook best duur. 5 euro. Dus dit is wel echt een vondst hoor. Yes, we zijn er. Goud goed. En ik zeg we, want kijk eens wie er mee is. Die mama. Even gezellig samen kringloop shoppen. Leuk. Nou, ik zag deze top. Leuk voor de zomer. Beetje roesbruin. Hij heeft ook leuke mouwen met een strikje. Het is een L van Boutique. Oh, kijk, het kaartje zit er zelfs nog aan. Hij is 5,75. Ik denk dat hij voor mij net wat ruim is. Maar wel leuk. Weet je, die natuurlijke kleuren. De Bermuda is ook weer hot, hè? Wist je dat? Nee, wist ik niet. Kijk, van Arquette. 42. Nou ja. Wie weet. Ik vind hem heel leuk. Ik zou hem wel willen, maar het is niet mijn maat. Licht geel. Ook een leuke jurk. Van Primark. Met knoopjes. En er zit een ceintuur. Beetje linnenachtig. Leuk ook met sandaaltje. In de zomer. Deze is dus ook weer van Boutique. Heel grappig. Het is een soort partij of zo. Deze is wat lichter. Het heeft ook wat grotere bolletjes. Ik vind deze echt heel erg mooi. Ik twijfel alleen een beetje ook of deze kleur mij staat. Maar ik ga het wel even proberen in ieder geval. Hij is 5,75. Nou, dit is het vintage rekje. Kijk, dat zie je wel aan de oude labeltjes. En ik vond deze jurk op zich wel grappig. Ik denk dat het wel leuk kan staan voor de zomer. Met sandaaltje. Je kan er eventueel nog een riempje om doen. Wel echt zo'n lekkere jurk voor het strand ook. Voor op vakantie. Wel leuk ook met die mouw. En er zit een beetje een gouden draadje door. Wel tof. 12,50. Niet echt een koopje, maar nou ja, heb je wel iets bijzonders. Nog een vintage blazer met een blokje. Beetje oversized, denk ik. Kan ook wel leuk zijn. Even passen, 7 euro. Ik heb een leuk jurkje voor mijn moeder gevonden van Studio Analoes. Ik denk dat je hem even aan moet zien. Ja. Maar hij heeft wel echt kleuren die jou ook leuk staan, denk ik. Uh-huh. En als je een leuk sneaker onder doet of zo. Ja. Ik denk dat het wel heel leuk kan zijn, hoor. Ja, ik ga het proberen. En het zit ook altijd wel heel mooi van Studio Analoes, vind ik. Ja. Het is gewoon een tasje en het is gemaakt van plastic. Ik denk dat het misschien van allemaal oude plastic tasjes of zo is gemaakt. Ja, denk ik ook. Ja. Heel grappig. Kijk, het is gevoerd zelfs. Uh-huh. 1 euro. Nou, ik vind het wel heel geinig. Ja. Het is zo'n lekker groot oversized spijkerblouse. En die kun je dan ook wel aan als jurkje als je niet al te lang bent. Gewoon een paar leuke sneakers erbij of sandaaltjes. Is hartstikke leuk voor het voorjaar. Van Pool & Bear. En deze is 5,75. Kijk, dit is old school. Deze rugzakken waren echt helemaal hot toen ik op de middelbare school zat. Kipling. Nou, misschien komt het weer helemaal terug. Retro. Zo'n aapje eraan. Schattig lampje voor een babykamer of zo. Beetje boho. Die kwastjes. Studio Analoes is afgekeurd. Nee, ontegen. Ik vind de kleuren wel mooi staan hoor. Ja, maar goed, oké. Het stofje is heel dun. En daardoor tekent het wel. Dus dat is jammer. Ja. Je hebt leukere dingen. Zo is dat. Ik heb even die blazer aan uit de vintage hoek. Ik vind hem wel leuk staan op zich. Hij is 7 euro. Hij valt lekker oversized. Ik vind hem wel gaaf. Even over nadenken. Dat het een herenblazer is geweest. Maar goed, het maakt niet uit. Het is wel een tip. Kijk ook gewoon altijd bij de herenblazers. Er kan echt wat leuks tussen zitten. Ik
heb de beige top aan en ik vind hem op zich leuk. Alleen hij zit totaal niet lekker. Het is echt heel raar. Er zit een onderlaag. En dan zit dit wat er overheen genaaid zit, dat valt gewoon niet goed. Dus nee, het plooit. Kijk, het trekt hier steeds. Die bovenlaag die wil steeds omhoog gaan of zo. Dus het is volgens mij gewoon verkeerd genaaid of zo. Nou, dan heb ik nog deze zuurstokroze blouse. Vond ik op zich wel grappig om dan bijvoorbeeld te combineren met een jasje met stipjes juist of zo. Dus als een soort basic. Maar nou, hij is nog 5,75. En ik ben er niet echt helemaal weg van, dus ik laat hem wel hangen. Mooie kleur hoor. Ja, het is wel mooi. Hij zit wel te strak. Ja, jammer. Verder is hij leuk hoor. Ja. Een wel mooie jurk. Vind ik ook wel een leuke vaas. Mooie vorm en dan ja, wat frisse kleurtjes of zo. Leuk. Kijk, en als je dit soort Delfts blauw stijl vazen leuk vindt, dan moet je ook eens in de kringloop kijken. Want meestal staan ze er wel. En ik zag nu dat hij is 7,50, maar is nu hier 50% korting op het kleingoed. Dus dan heb je voor minder dan 4 euro weer een leuke vaas. Een schattig doosje. Kun je bijvoorbeeld ook ringetjes in doen of zo. Voor op je nachtkastje. Ik was er onderweg naar buiten. Maar ik zag op de valreep nog deze schoen. Wel heel erg gaaf eigenlijk. Hij ziet er ook nog helemaal top uit. Je ziet natuurlijk wel veel van dit soort schoenen dit voorjaar. Dus ik ga deze even aanpassen. Nou, kijk eens hoe leuk. Staat eigenlijk ook perfect bij wat ik vandaag aan heb. Helemaal leuk. Kijk, met een laarsje is het nog een beetje winters. En dan trek je zo'n wit schoentje erbij aan. En dan is het helemaal lente. Ik vind hem leuk. Zo, ik ben weer thuis. En eerst eventjes mijn aankoopjes van de Goudgoed Amsterdiep. Deze hele toffe tas heb ik meegenomen. Van Ralph Lauren. En het is dus wel grappig. Ik zag deze tas in de story van Annemarie. Zij was ook bij Goudgoed Amsterdiep. En zij had deze gefilmd. En ik dacht, oh, hij is wel echt heel cool. Zo leuk retro. Ik weet eigenlijk niet trouwens of het een echte Ralph Lauren is. Of dat het gewoon een soort van remake is. Maar ja, ik vond hem gewoon tof. En ik dacht, ja, dit is gewoon hartstikke leuk. Ook voor als je een weekendje weggaat of zo. Of de kinderen. Dat je hier gewoon lekker je spullen in meeneemt. Of natuurlijk ook voor sport. Joost die voetbalt, dus die kan hem ook meenemen. Ja, ik vond het gewoon een hele coole tas. Hij was hier maar 3 euro uit mijn hoofd. Of 3,50 of zoiets. Dus, nou, echt een top aankoop. Hij ziet er ook echt perfect nog uit. En ja, je ziet natuurlijk ook nu heel veel van die ook Ralph Lauren petjes en weer vintage blouses en zo. Dus helemaal ook de binnen de trend van nu. Nou, dan nog twee handige aankopen voor de jongens. Namelijk nieuwe zaalschoenen. Deze zijn van Adidas voor Siem. Zien er gewoon echt nog helemaal top uit. Ik vind dat echt wel een tip hoor. Voor dingen zoals zaalschoenen kun je echt in de kringloop goed kijken. Want die worden heel vaak maar heel weinig gebruikt. En die zien er dan vaak echt nog goed uit. En deze zijn van Nike. Ook zaalschoenen. Dus nou, helemaal handig. En dan natuurlijk vandaag, wat heb ik meegenomen? Nou, ik twijfelde heel erg over die blazer, want ik vond hem op zich wel leuk. Alleen ik zag op het laatst dat er best wel vieze vlekken in de voering zaten. En misschien had ik die er wel uitgekregen als ik hem had gewassen. Maar ik dacht dan toch van, nou, ik doe het toch maar niet. Ik was ook niet echt... Ik had niet echt het wauw gevoel of zo. Dus toen heb ik hem laten liggen. Maar waar ik wel het wauw gevoel had, dat was bij deze instappers. Want ze zien er echt nog heel mooi uit. En witte schoenen vind ik gewoon ook echt altijd super handig. Die staan gewoon voor de zomer overal bij eigenlijk. En ook bij wat ik vandaan aan heb, zou het bijvoorbeeld heel leuk zijn. Ook als ik dan bijvoorbeeld een witte broek nog zou doen. Of een beetje zo die beige kleur. En dan witte schoenen erbij. Staat wel heel fris. En je ziet gewoon heel veel van dit soort instappers ook. Soms ook met een klein sokje of zo. Zou ook nog kunnen. Ja, Linea Zeta staat erin. Ik ken het merk zelf niet, maar het ziet er wel uit als een kwalitatief goede schoen. En ze zaten me ook echt super lekker. En deze waren maar 4 euro. Dus dat is wel weer echt heel betaalbaar. Zeker voor de goede staat waar ze in zijn.
Dus ja, helemaal blij. En ja, mijn moeder was natuurlijk mee. Die kocht ook nog een blouse. Volgens mij heb ik er geen aanbeelden van. Jongens, dat was hem dan alweer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat vooral even weten welke items jullie leuk vonden. Ik vind het heel erg leuk om jullie comments te lezen. En ja, doe natuurlijk ook vooral even een duimpje omhoog. En abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie vrijdag weer met een nieuwe vlog. De vlog die gaat van de donderdag naar de vrijdag. Dus dan weten jullie dat eventjes. En ja, maandag ben ik er natuurlijk altijd weer met een shopvlog. Dus, hele fijne week. En tot dan. Doeg!